Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 3 september. Vind de antwoorden en kracht die je nodig hebt in het woord. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Hebreeën 4 vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Als mensen mij vragen waar ze het beste kunnen beginnen in de Bijbel te lezen, vertel ik hen dat er geen verkeerde plek is om te beginnen. Je kunt overal starten met alles wat je verder helpt. Toen ik het woord begon te bestuderen, had ik niet veel goede relaties, omdat ik niet echt begreep wat liefde was. Dus begon ik het onderwerp liefde te bestuderen en leerde dat er meer is dan alleen maar een verliefd gevoel. Het is een besluit die je neemt over hoe je met mensen om wilt gaan. Door te bestuderen wat de Bijbel zegt over liefde, leerde ik hoe ik moest liefhebben. Daardoor begon mijn leven te veranderen. Met welk onderwerp je ook aan de gang moet, je kunt Bijbelteksten vinden door een naslagwerk te gebruiken. Bijvoorbeeld een concordantie, dat is een trefwoordenregister op de Bijbel. Als je bijvoorbeeld aan de gang moet met boosheid of angst, kun je deze woorden opzoeken in de concordantie en vind je Bijbelteksten die over die onderwerpen gaan. Vraag de Heilige Geest om je te leiden en de waarheid aan je te onthullen. Ongeacht waar je begint, onthoud dat het woord levend is en dat God vandaag tot je hart wil spreken. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik weet dat u met mij wilt spreken. Help me vandaag om de wijsheid en kracht die ik nodig heb te vinden in uw woord. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.